Hey mensen, je hebt allemaal verschillende YouTubers hier op de wereld. Je hebt heel veel grote YouTubers, maar ook een aantal YouTubers die het net niet gered hebben. En toevallig heb ik daar beeldmateriaal van gevonden, dus hier zijn 10 YouTubers die het net niet gered hebben. Yo, ik ben Piotr. Oleg. Vladimir. En vandaag hebben we de opdracht gekregen om niet zomaar te gaan stukken, maar naakt te gaan stukken. Bedankt voor de opdracht maar weer. Jullie zijn helemaal gek, jullie weten het. Iedere week doen we een stucadoors opdracht. En vandaag is het weer zover. En wij gaan, in tegenstelling tot onze concurrentie, niet stoppen, hè? Let's go! Yes. Yeah. Let's go! Yeah. Let's go! Oh, en dadelijk wordt het nog spannender, want dan gaan we inkopen doen bij de Praxis helemaal naakt. Zin in. Nee, want dan mogen we niet meer naar binnen, want daar hebben we de vorige keer een volle kruiwagen met gips gestort. Dus we moeten even naar de Gamma. Oh ja, goeie. Ja. Vet man. Ja. Let's go. Stukken. Yeah. Ja. Ja. Yes, we hebben weer een video van 40 minuten gevuld. Super! Even lekker gassen! 3, 2, 1... Goedemorgen jongens en meiden en welkom weer terug weer bij een nieuwe vlog. En vandaag ga ik weer een nieuwe auto ophalen. Of ja, een nieuwe ride die echt bij me past. Is goed voor de afschrijving, dus let's go! Even lekker gassen! Hier is het! Nou, daar gaan we dan. Wow, ik heb er echt zoveel zin in. Dit is mijn vierde en ik ben echt benieuwd, want deze gaat ook echt een vette rap hebben. Dus ik ga er maar naartoe. Wow, ik heb dit allemaal kunnen bekostigen door Project Bio. Kun je het je voorstellen? Wow! Oké, daar gaan we dan. 3, 2, 1... Wow! Wow, holy shit! Moet je zien, die matgroene kleur? Die gele wielen? Holy shit! Oh, dit is echt vet, joh! Wow! En dit is ook nog eens allemaal bio! Wow! Hoi en welkom bij een gloednieuwe slime... Sorry, baat in de keel. Slime Sunday video. En vandaag gaan we weer superleuke slime maken. Met allemaal smerige dingen erin. Zoals een drol van mijn hond. Of soldaatjes waar ik al mijn hele jeugd mee heb gespeeld. En die ook onder zijn gepist door mij en mijn hond. En natuurlijk scheten. En dadelijk ga ik ook nog belletje lellen. Dames en heren, van harte welkom terug bij een nieuwe Minecraft video hier. Vandaag gaan we lekker Minecraften. Zo, kijk eens aan. Echt superleuk. Ja, oh kijk. Daar zijn een aantal villagers. Oh, goeie neus ook. Of ja, neus. Jammer dat er geen grinder bestaat in Minecraft, anders had ik hem even meegenomen op een date. Flip, flap, floppity flop. Flop, flap, floppity flop. Nou, dan gaan we maar weer eens even aan mijn huis bouwen. Even zien, hebben we de spullen ervoor?
Helaas hebben ze niet van die grote lode pijpen in het spel. Dus dan moeten we het maar met hout gaan bouwen. Even zien, ik moet goede stronken hout hebben. Goede grote stronken. Zo, het huisje is bijna klaar. Wat een prachtige kleur ook. Mijn lievelingskleur. Fantastisch. Zo, dan zijn we er bijna. Oh nee! Oh, ik word aangevallen door een creeper. Oh jee, help. Hoe kom ik hier weg? Oh, wacht. Ik weet hoe je een creeper moet verslaan. Je moet hem altijd van achteren benaderen. Oh nee, ik word door meerdere mannetjes tegelijk belaagd. Dit is verschrikkelijk. Ik vind het echt heel erg. Nou, ik stop maar even met de opnames hoor. Oh jee, oh jee. Hé, hey, is dat niet onder die? Oh nee, dat is onder die andere. Oh ja, die is niet echt doorgebroken, of wel? Nee, YouTube was niet zo fan van haar serie N**k of Peuk. Was te grof voor het platform of zo? Oh ja. Is dit trouwens niet te grof? Hoezo? Nou, we zijn aan het wippen. Wat, blief? Wippen. Gadverdamme. Nee, dat wil ik niet. Nee. Nee, dat wil ik niet. In deze video maak ik gebruik van een eye tracker waarmee we kunnen kijken waar de ogen opvallen als je een plaatje ziet. Ik zit hier vandaag met Britt en vandaag gaan we dat weer doen met vriezers. En abonneer je natuurlijk even op dit kanaal waar je nu naar kijkt. Abonneer, alsjeblieft. Abonneer op dit kanaal. Abonneer, alsjeblieft. Op die knop. Abonneer, alsjeblieft. Je ziet hem toch staan of niet? Abonneer. Zo Britt, daar zitten we weer. We gaan naar vriezers kijken. Nou, zullen we beginnen? Ja. Hoe heet het eerste plaatje? Nou, ik kijk gewoon naar de temperatuur. Mm-hmm. En oh! Nee! Ik keek even naar de railing waar dat ding op lag. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe jij reageert. Ja, ik... Nee! Dat... Ah. Ik keek naar de hendel van de deur. Ik keek naar de hendel. Zo, dat is een mooie vriezer. Kijk je nou? Nee. Jawel. Nee, ik keek... Jawel. Nee, ik keek niet eens. Ik knipperde met mijn ogen. Oh. Oh! Oh. Jij keek meteen naar die perziken. Nee, maar jij keek meteen naar die raketjes. Dat zag ik ook. Nee, dat is een aubergine. Oh, dus jij keek naar de aubergine? Ja, tuurlijk kijk ik naar de aubergine. Nou, oké! Zijn we weer gedemonetized? Welkom mensen, jongens en meisjes, dames en heren. Vandaag heb ik echt iets fantastisch. Zoals jullie weten wil ik 3 dingen in mijn leven. Een nieuwe Rolex, een net wat groter huis met een net wat groter zwembad en een eigen app. Nou, en die heb ik dus laten maken voor 30.000 euro. En nee, dat heb ik niet van mijn vader gekregen. Heb ik gewoon zelf verdiend met al mijn optredens. En er is trouwens één zo'n gast waarvan jullie zeggen dat ik op hem lijk. Nou, dat ben ik dus niet. Hij lijkt niet eens op mij. Ook al heeft hij dezelfde jas, hij is een goedkoop en nep aftreksel voor mij. En die jas van hem moet sowieso nep zijn. Kijk, ik kan deze jas gewoon kapot scheuren. Boeit me niks. Maar hij kan dat dus niet. Hij heeft geen rode cent om deze jas te kopen. Hij heeft dus best wel veel geld verdiend eigenlijk. Met die app Kaasje. Wat? Hoeveel geld heeft hij met die app verdiend dan? Nou, dat weet ik toevallig ook. Dat is namelijk... Wat? Holy shit, heeft die gast echt serieus verdiend met die app? Ja, bizar hè? Wauw! Wauw! Denk je dat dit gaat werken op YouTube? Nou, misschien missen we nog iets. Inhoud? Nee, ik weet het! Een trampoline! Ja, kom op jongens! Kom op! Ja! Dit moet werken! Boas op een trampoline! 100.000 abonnees! Oh,
Oh, trouwens mensen, ik heb echt iets super vets. Een nieuw nummer wat ik jullie graag wil laten horen. Dus geniet ervan. Hier is mijn nieuwe track. When you search for something bigger, like pieces somewhere else. Jeetje, wat vals. Had hij niet gewoon autotune kunnen gebruiken? Nee man, dat doet Rea niet. Dit is een realistic stem. Nou, dan deabonneren. Ik luister nog liever naar Royalistic of Famke Louise met autotune dan. Dat is echt... Hou nou eens op! Ja, bij sommigen snap ik wel dat ze niet zoveel abonnees hebben weten te harken. Maar ja, het is niet anders! Ik vond wel dat sommigen een beetje op bestaande YouTubers leken, maar lag dat aan mij? Of? Nee, we bedoelden die mensen in ieder geval niet. Dit waren YouTubers die het niet gered hebben, hè? Er zijn ook een hoop die het wel gered hebben. Zoals hij. En deze redt het sowieso nooit. Dit gaat echt nooit goed komen. Ben je nou benieuwd naar de bloopers van deze video? Kijk dan naar de bloopervideo op ons teamkanaal. Daar kun je naartoe gaan door op de kaart te klikken hierboven. De winnaar van de prijs uit de vorige video is geworden. En wil je nou deze Dille Hagen muts winnen? Dat kan. Laat dan in de reactie weten wat nog meer een YouTuber zou zijn die het niet gered heeft. En wie weet sturen we deze wel naar jou toe. Klik op abonneren, klik op het belletje, klik op het duimpje, dankjewel. En hier om mij heen verschijnen prachtige afspeellijsten. Daar kun je gewoon op klikken. Doe dat vooral, want dan kun je meer video's van ons bekijken. Voor nu, dank en blijf even hangen, want er komen nu wat bloopers aan. Later! Tut 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 t